eerst graag het woord geven aan Aziz Aynan voor een paar prikkelende minuten over Nederland en de Rif. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik vond het wel interessant om te horen. Dus dat vanuit Rabat wordt er dan gezegd, Nederlanders het zijn, dat is, een Nederlander is olie op het vuur. Voor mij voelt dat niet zo. Ik als Rifijnse Nederlander, denk dat wij meer water op het vuur proberen te gooien daar. Overigens denk ik niet dat de koning de eerste revolutionair zal zijn, maar de laatste revolutionair zal zijn in Marokko, omdat hij verreweg de meeste en belangrijkste belangen daar heeft. Maar wat mij oprecht echt pijn doet, is om te horen de vergelijking met Libië, en waar echt een burgeroorlog gaande is. De Algerijnse burgeroorlog kennen we uit de jaren 90. In de Rif is het echt een hele andere situatie. Het protest is nu al anderhalf jaar gaande. En de leider die nu vastzit, zit al een jaar in een isoleercel. Tegen alle verdragen in. Zijn spreuk was vrede, vrede, vrede. Silmia, Silmia, Silmia. Bij ieder protest in de Rif voor sociale gelijkheid gingen mensen na het protest ook gewoon echt het plein schoonmaken. Vorig jaar in de Ramadan hebben de mensen die protesteerden tegen de overheid, en die werden in elkaar geknuppeld door de politieagenten. En dat was in de Ramadan, en dan klonk het gebed. En dan gingen zij hun brood en dadels met diezelfde politieagenten delen. Dus ik wil wel zeggen, het is echt een andere situatie ten opzichte van Libië en Algerije. Ik wil graag een column voorlezen. En die column gaat over dat je interesse is één, maar je moet je ook verdiepen. En ik dacht van, voordat ik dus deze avond, een aantal geleden werd ik uitgenodigd door Sophie van de Bali, dank je daarvoor. En toen dacht ik, ik ga een WOP-verzoek indienen. Ik ga kijken van, ik ga interesse tonen in Marokko. En toen vroeg ik aan de gemeente Amsterdam. Jullie hebben banden met drie steden in Marokko. Met Tanger en Larache en Casablanca. En als je dus echt die interesse toont, dan kom je achter informatie. En dat vond ik heel interessant. Hè? Dus op de website van de gemeente Amsterdam staat die stedenband met Tanger. Een Rifijnse stad. En wat blijkt nou uit het WOP-verzoek? Er is helemaal geen stedenband, maar het staat wel op de website. Het is wel interessant. Van der Laan is er geweest in 2015. Dat is een andere band, ja. Hè? Maar, nou, zoek. Goed, de column heet Geestelijks Breed. Enige tijd geleden onderhandelde ik over de boekrechten van Gezichten. Het laatste deel van de trilogie van Mohamed Choukri. De andere twee romans uit de cyclus zijn Hongerjaren en Jaren van Dwaling. De drie romans zijn belangrijke autobiografische geschriften over de wederwaardigheden van de schrijver, Mohamed Choukri, in het noorden van Marokko, de Rif. Nadat de onderhandelingen rond waren, feliciteerde degene met wie ik mailde ons, de Berber Bibliotheek, voor het binnenhalen van de vertaalrechten. En ze vroeg mij de hartelijke groeten te doen aan Mohamed Choukri. De schrijver was al jaren overleden, namelijk in 2003. Aanvankelijk moest ik lachen om de blunder, maar vervolgens drong het tot mij door dat we de vertaalrechten van een boek hadden gekocht van iemand die blijkbaar niets van Mohamed Choukri en diens werk wist. Choukri was een nummer dat een bedrag opbracht. Ik denk dat dit een treffend voorbeeld is van postmoderne vervreemding. Ik vertel u dit verhaal omdat ik vorig jaar met een aantal mensen van de Nederlandse ambassade in Marokko aan een tafeltje zat op het terras van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn werkplek. Ik was door het ministerie van Buitenlandse Zaken benaderd om mee te denken over culturele initiatieven in de Rif. Toen we op het terras op een steenworp afstand van de Wieboudstraat zaten, merkte ik hoezeer het ambassadepersoneel slecht geïnformeerd was over de Rif, haar volk, geschiedenissen en identiteit. Het overheidspersoneel zag het ongeloof in mijn ogen en ik herkende op mijn beurt de glans van aporie in hun kijkers.
Het werd aan het tafeltje duidelijk dat zonder kennis van zaken geen enkel zinnig en bestendig initiatief opgezet kon worden in de RIF. Op de fiets naar huis dacht ik aan de woorden van mijn oom. Hij woont in de RIF. En een van zijn rake observaties is dat Amsterdam voor hem dichterbij is dan Rabat, de hoofd- en ambassadestad. Vanaf ieder vliegveld in de RIF is het minder dan 3 uur vliegen naar Amsterdam. Naar Rabat of Casablanca, de grootste stad van Marokko, is het een halve dag rijden. Vliegen doet bijna niemand binnenlands. Ook zegt mijn oom dat hij niets in die steden te zoeken heeft. Citaat, wie daar naartoe moet, heeft een probleem. Je gaat naar de gevangenis of naar het ziekenhuis. Niemand gaat voor zijn lol of voor de lol naar Rabat, al dus mijn oom. Dus vraag hem niets te vertellen over het leven van een Rabati of een Kazawi. Hij heeft geen idee. Ik denk dat dit ook voor de RIF geldt wat het ambassadepersoneel betreft. Maar mijn oom heeft geen binding met Rabat en dient de staat niet. Hij staat enkel in dienst van zijn olijvengaard en muildieren. De oud-correspondent in Marokko, Kees Beekmans, misschien jullie wel bekend, was in Casablanca gestationeerd. Hij vertelde mij een keer dat zijn hoofdredactie hem vroeg naar de RIF te verhuizen. Hij weigerde. Het moet wel leuk blijven, was zijn antwoord. Maar wie heeft ooit beweerd dat belangrijk werk leuk moet zijn? De RIF, zo net gehoord, is voor Nederland van belang. De meeste Marokkaanse Nederlanders komen daar direct of indirect vandaan. Het gaat om meer dan 90% van de Marokkaanse gemeenschap al hier. Al dus een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Het gebied is ook heeft ook een belangrijke toon in onze geschiedenis. Want de RIF is in wezen verantwoordelijk voor de oprichting en inrichting van het piepjonge Marokkaanse koninkrijk. Zie de RIF-oorlog van 1921 tot 1926. De burgeroorlog van 1958-59. De staatsgrepen van 1971 en 1972. Het broodoproer door de houbuis van 1984. En de huidige volksopstand onder de naam Hirak, die op ditzelfde moment gaande is. En dan heb ik het nog niet over Algerije en Spanje, die alleen kunnen worden begrepen door de geschiedenis van de RIF te kennen. Je kunt zonder kennis vanuit Rabat niets opzetten in de RIF. Ik ga naar het einde. Alles wijst erop dat de positie van de RIF in de toekomst groter en sterker zal worden. Als autonome streek of zelfs het herstel van de RIF-republiek als resultaat. Daarom is het prudent en getuigend van inzicht om een dependance op te zetten in de RIF. Geen consulaat, dat is er al. Maar een ambassade. En dan kunnen de medewerkers in alle rust en vertrouwen hun culturele activiteiten opzetten in de regio, die geestelijk breed dichter bij Amsterdam is dan Rabat. Dank jullie wel.